datastrateeg. Wat heb ik in dat ik eigenlijk allemaal dingen met data doe. En een stukje daarvan is de quantified self. En daarvoor zitten jullie hier als toets allemaal. Ik ga jullie vertellen hoe je daarmee start en waar je er allemaal mee kan. Het lijkt nou voor jullie alsof het scherm een beetje geel is, klopt dat? Ja. Ja, oké, dat is expres. Daar komen ze dadelijk op. De quantified self heeft eigenlijk, dat gaat over dingen loggen van je eigen lichaam. Dan kan je dus denken aan DNA, bloedwaardes, activiteit, stappen, dat is dit dingetje wat ik hier op mijn nek heb. Gewicht bijvoorbeeld, slaapfases, dat doe ik dan ook. EEG, dus dat zijn hersengolven. En dat kan je vervolgens voor verschillende doeleinden gebruiken. Dan kan je denken aan persoonlijke ontwikkeling, dat doe ik zelf heel veel. Je kan die datasets vervolgens distributeren om vervolgens de wetenschap te helpen. Dus dan kan je je slaapdata bijvoorbeeld doneren. Maar je kan het nog groter trekken en dat is gewoon bijvoorbeeld concrete oplossingen bieden aan zorgtekort. Wat gebeurt er nou als je bijvoorbeeld mensen hun eigen bloedwaardes afmeet? Of hun eigen bloeddruk? En dat zijn hele interessante dingen die allemaal met de quantified zelf te maken hebben. Eigen data. Ik ben er zelf al een jaartje of drie mee bezig. Hier in de dag, ik weet het ook niet precies meer. Maar als je ergens de eerste mee bent, dan krijg je zo snel een stempel op je voorhoofd. Je bent expert daarin. Dat is mij ook een beetje overkomen. Ik heb vervolgens Martijn meegenomen naar Amerika. Dat allereerste quantified zelf congres. Het resultaat daarvan, nou ja, dat zweeft nou een beetje rond. We hebben nu inmiddels het vierde congres dat in Amsterdam klaar. Daar zijn we mee bezig. En er zijn overal ter wereld groepen aan het opstarten. En dat gaat van één persoon tot 2000. Die allemaal interesse hebben in wat je hier allemaal mee kan doen. En jullie zitten daar nu ook bij. inmiddels is de quantified self dus ook een community van mensen die alles met elkaar deelt. Er is niet zozeer een centraal punt dat zegt van dit moeten jullie doen, of dit is wat jullie zeg maar zo willen we ongeveer dat het gaat. Het is een heel zelfsturend geheel wat zeg maar lekker zijn eigen gang gaat. En het fijne is omdat het tussen de zorg, de wetenschap, technologie, ICT en dat soort dingen allemaal valt, valt het niet ergens zeg maar binnen een bootje, krijg je niet van die, nou ja, spanningsvelden, dat soort dingen. Dus we zitten lekker op nieuw terrein en daar kunnen we lekker klooien. Ik ga jullie nu in een, alweer een kwartiertje vanaf gezocht inmiddels. Een half uurtje hoop ik jullie een beetje bij te brengen hoe je daarmee start met de quantified self. Los zelf van alles, vrij extreme mate. En dat, nou ja, zo ver moeten jullie misschien nog niet gaan, denk ik. Wil je ook nog niet soms. Maar ik denk dat ik jullie daarmee op gang kunnen helpen. En als jullie, ik ben ook vooral benieuwd wat jullie zeg maar ongeveer van deze sessie verwacht hadden. Het is natuurlijk een getting started, hè? Zo had ik het ook genoemd. Maar zijn er wel mensen die überhaupt al data verzamelen? En wat voor data is dat dan? Slaapritme. Hoeveel ik in sport beweeg. Ja. Dus dat soort. Ik ga dat niet. Niet bezig met het publieke loggen dan. Nee, ik ook niet hoor. Ik hou dus, het is privacy, gewoon, dat is zo wil ik nog wel een element. Het staat op mijn telefoon dat waar het blijft. Ja, gezicht, dat soort dingen. Ja, dat staat achterin ook. Ja, ook slaap, gewicht, activiteit soms. Uh-huh. Maar niet altijd even gedecideerd en structureel. Ja, precies. Oké. Even kijken. Ik zal eerst een paar aantal eigen voorbeelden noemen en dan beginnen we daarna met, het scherm was geel, right? Dat heeft te maken met een app, dat is dat ronde dingetje met het golfje erin, die derde van de res. En die app die heet Flux en dat heeft te maken met dat als je s'avonds lang achter de computer zit, op een avondmens zoals ik nogal graag doe, dan kan je heel veel werk gedaan krijgen. Maar het probleem is, als je dan vervolgens wilt slapen, dan heb je nog dat beeldscherm in je ogen staan, omdat het zo enorm fel vaak is. En dan kan je wel de brightness zeg maar omlaag gooien, dus de helderheid van het scherm. Maar dat helpt ook niet altijd even. En het schijnt dus wetenschappelijk onderzoek geweest naar je melatonine niveau, wat onder andere weer van invloed is op je slaap, dat dat beïnvloed wordt door het blauwe LCD-licht dat van die schermen afkomt. En deze filter, die je eigenlijk over het scherm heen doet, die haalt die blauwe licht, nou die verduistert het blauwe licht als het ware. Dus kan je hem ook uitzetten, maar ik geloof niet. Ja, dat goed. Het is helemaal voor een ander, dat is goed. Dan zou de beamer, als het goed is, ook mee moeten doen.
Of zit dat op het scherm? Nou, hij hier pakt hij. Nou, dus sluit hem dan eens helemaal. Ik kan toch niet slapen. Maar ik ben er zo aan gewend dat ik hem eigenlijk standaard aan heb staan. En dan... Slim? Nou ja, ik vind het zelf het erg prettig. Dus als ik hem nou zelfs overdag uitzet, dan vind ik het nog fel. En het is niet handig. Hij zal uit dat blauw lichtje juist ook activeert. Ja, precies. Precies, dat zou inderdaad kunnen. Maar ik ben dan iemand die eigenlijk alleen maar s'avonds heel veel achter zit. Dus ik heb hem standaard aangezet. Maar, nou zo staat hij dus uit. Is dat dan iets wat aan een dagritme... Ja, melatonine is deels gerelateerd aan je ritme. Dus je lichaam flux. Oh, je kan hem inderdaad afhankelijk van de tijd in laten stellen. Ja, het is een zeg maar cyclus die je moet doorgaan. Ja. Dus, maar om nou te bepalen of dat daadwerkelijk helpt, moet je dat natuurlijk meten in slaap. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een Zio gekocht. En een Zio, dat is een hoofdband, die doe je om terwijl je slaapt. Het is niet altijd even mooi. Maar het werkt wel. Dat apparaat meet met behulp van EEG-patronen in wat voor slaapfase je verkeert. Dus je hebt vier verschillende slaapfases. Eén daarvan is wakker, lichte slaap, remslaap en diepe slaap. Diepe slaap is wanneer je heel hard gesport hebt en je bijvoorbeeld lichamelijk herstel moet doen. Ook als je heel veel gedronken hebt. Dat is ook wel een groot side note. Remslaap is als je heel veel te verwerken hebt. Vooral mentaal. Dat is de fase waarin je... vaak je dromen weet te onthouden en waarin mensen denken dat ze dromen. Er is onderzoek geweest die zegt dat je eigenlijk in je slaapfase droomt. Maar dat is dus eventjes terzijde. Ik heb dus met die Zio daadwerkelijk gemeten hoe lang het duurde voordat ik het bed indook en voordat ik daarna in slaap viel. En ik heb dus nauw gemiddeld, vroeger duurde het bij mij 20 minuten tot een half uur voordat ik in slaap viel. En bij mij is het nou inmiddels 10 minuten. Dat is wel fijn. 1/3 van je leven slaap je. Dus als je dat een beetje uitzoekt hoe dat dan werkt, dan kan je er in ieder geval een hoop tijd mee besparen. En in ieder geval een beetje je eigen leven wat plezieriger weer maken, want een beetje slapen. Dat is wel fijn. Slapen vind ik gewoon fascinerend, omdat je dat dus 1/3 van je leven doet. Dus ik doe er ook nog andere dingen mee. Je hebt dus een slaapcyclus, daar ga je doorheen terwijl je slaapt. Ieder gezond mens met een gezond slaapritme, bijna gezond ook, die hebben dat. Als je een slaapstoornis hebt, heb je dat soms niet. Dat is een cyclus van 1,5 uur, daar ga je doorheen. En dan ga je dus eerst, je bent wakker, vaak nog. Dan ga je de lichte slaap in, remslaap en dan diepe slaap. En dan weer naar de lichte slaap toe. Dat is een cyclus die duurt 1,5 uur. En die kan je best wel handig inzetten. Want wie van jullie wordt wel eens moe wakker? Dan zijn ze vaak naar een dutje juist. Ja, een dutje is... dutje maken, dat is... daar ben ik nog mee bezig, maar daar heb ik nog te weinig data om dingen mee te kunnen kwalificeren. Maar als je je slaap zo timed dat je wakker wordt net na zo'n cyclus, dan word je opeens een stuk energieker wakker. Dus stel nou dat je om 12 uur naar bed gaat, en je valt direct in slaap, even aangenomen, dan kan je het beste om 6 uur wakker worden, want dan heb je 4 cycli gehad, of om 7:30 of om 9 uur. Dat is handig om te weten. Dus van het weekend was ik in Eindhoven en ik had een hackathon. Het gaat vaak tot 's avonds laat door en dan komt een vriendje en dan moest ik ook nog even mee bijpraten. Uiteindelijk sliep ik pas om 2:30 en ik moest die volgende dag weer om 8:00 zijn. En het beste wat ik kon doen is 7:00 mijn bed uit. Terwijl ik het ook ik had het ook haast kunnen maken dat ik in 10 minuten op kon staan, dat ik 15 minuten langer kunnen slapen. Heb maar je moet wel weten wanneer je in slaap was. Ja, dus ik ben er gewoon vanuit gegaan dat ik in 10 minuten in slaap. Dus dan kan je best om 7:10 weer wakker. Dat heb je precies. Ja, daar kom ik slapen op. Daar heb je 3 cycli gehad. Dus dan kan je na die 3 cycli direct wakker worden. Maar weet je dan dat jouw cycli precies 1,5 uur zijn en dat heel ja, het varieert soms met 5 minuten, maar voor gezonde mensen is het 1,5 uur. De Sleep Cycle app, dat is een interessante. Wie van jullie heeft die al eens gebruikt? Dat is een app die leg je dan naast je bed, op je matras. En afhankelijk van je beweging, bepaalt hier wat voor slaapfase je bent. Dat is niet heel goed. Helaas, I'm sorry. Beweging namelijk tijdens je slaap is niet gerelateerd aan je slaapfase. Want ik ben iemand die slaapt heel erg vast, dus ik ga liggen. En als ik zo lig, dan blijf ik stil liggen de hele nacht en dan is het goed. En dan meet hij bij mij eigenlijk niks, want hij ziet geen beweging. En ik heb hem voor de lol ook eens een keer op een nachtkastje gelegd. De hypothese is dan dat ik natuurlijk continu wakker, of eigenlijk stil lig.
En opeens zag ik ook allemaal dingen verschijnen. Met de ambulance gebeld. Nou ja, dat is dus heel raar. Weet jij hoe die al werkt? Ja, nou, er wordt er is een. Nou, het is van hoe die zijn meting doet. Ja. Want op het moment is dat je dus een differentiaal meting doet. En je legt hem op een kastje, dan is er dus een hele kleine afwijking, omdat er verder geen afwijking meer heeft. Ja, zo doet hij het. Er zit namelijk een extra rol erin, die is niet nauwkeurig genoeg om die kleine trillingen van het kastje op te pakken. Laat ik zo zeggen, ik heb met bij mij gemeten, ja. En je ziet gewoon wanneer er buiten een auto lang rijdt. Okay. Dat was rechtstreeks te relateren aan de trillingen die er afgaat. Ja. Ja, weet je, het enige wat hij registreert is dus wat die accelerometer doorgeeft. Nee, dus als die accelerometer daar mapt hij tussen. En dat is wel iets. Tenminste, dat is wat ik heb kunnen vaststellen. Dat maakt op het moment dat ik heel hard ga bewegen, dan zie je dus dat die uitslag in die app af begint te nemen. Ja. Ja, natuurlijk, de eerste bewegingen zijn heel sterk. Ja. Maar dan wordt het langzamerhand uitgemeld. Ja, ik had al zoiets van, als dit al zeg maar, zo gaat, dan ga ik het niet eens meer proberen. Nee, dus maar daarvoor is het wel nodig om te weten. Nou ja, de manier waarop die app werkt, dat is dan al verkeerd eigenlijk. Dat zou je niet moeten doen. Maar gaan we niet over doen. Nee. Dus ik heb nou slaap uitgelegd. Ik loop ook met zo'n groen dingetje rond. Dit is een Fitbit. De nieuwe, dat zijn een van de eerste die het zien. Dat is een stappenteller, dus die meet eigenlijk hoeveel stappen ik elke dag zet. Dat doet hij ook met behulp van een bewegingsmeter. En daar zit een algoritme in, die bepaalt dat. Er zijn 4 algoritmes, ze willen niet zeggen welke, maar als je die data naast andere sensors legt, zeg maar, dan kan je het allemaal gelijk krijgen. Dus dat is wel grappig. Dat is gewoon een apparaatje, hij gaat 6 maanden mee op een batterij. Dus dat is heel fijn, er zit gewoon een coincel in, dus dat is gewoon een muntbatterijtje. En hij bepaalt dus met behulp van een algoritme hoeveel stappen jij elke dag zet. Dat is een vrij slim algoritme dat erin zit, even om te verseren. En als je dus schudt, dan doet hij het niet. Jammer. Ja, als je het goed je best doet, dan waarschijnlijk weer wel, maar hij is behoorlijk robuust. En dat komt omdat het algoritme zo slim is om de hele kleine trillingetjes te nemen op het moment dat je een stap zet. Want dat is ook de reden waarom je hem overal op je lichaam kan dragen. Elke keer als je landt op je voet, dan is er eigenlijk een heel klein schokje dat die, zeg maar, je hele gewicht op de vloer terecht komt. En dat is het schokje wat hij meet. Dus als je hem inderdaad zo op de tafel op te tippen, dan begint hij op een gegeven moment ook te denken van ja, nou doet hij dat. Maar goed. Waarom is dat nou zo leuk, zo'n stappenteller? Nou, ik woon in Utrecht, op kamers nog, en ik woon ook bij mijn ouders in Friesland af en toe. En ik dacht dat ik had het idee dat ik wel aardig lui was, daar als ik bij mijn ouders was. Natuurlijk ook logisch, dan wordt het gewoon het eten voor je klaargemaakt. En op het platteland is ook eigenlijk vrij weinig te doen. Dus dan ben je niet zo actief van, dan ga ik daar nog even heen en daar nog even kijken. En dat apparaatje, dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik wist hoeveel minder ik actief was. Dus ik kon zien, zeg maar, dat ik, als ik in Utrecht was, dan had ik ongeveer tussen de 8000 en de 12.000 stappen op een dag. Wat vrij gezond is. En als ik in Balk was, in Friesland, bij mijn ouders, dan mocht ik al blij zijn als ik de 3.000-4.000 aantipte. Dat is wel significant, zeg maar, verschil. En gezond, zeg maar, wat de overheid dan gezond vindt voor een mens, is een half uur bewegen. Dat is 2,5 kilometer. Dat is ongeveer tussen de 5.000 à 7.000 stappen afhankelijk van wat voor lengte je hebt. Dus dat is wel heel erg typisch. En dat apparaat is natuurlijk ook heel leuk. Als je dan 's avonds bij het eten zit en je kijkt er even naar en denkt van, oh ja, ik heb niet heel veel stappen gedaan, misschien moet ik nog even goed van doen. Je hebt gewoon een feedback loop van iets waar je normaal geen inzet in hebt. Het is namelijk heel erg lastig om zo te schatten hoe actief je op een dag bent geweest. Vooral als het om stappen gaat. Dus dat is de reden waarom je zo'n ding kan hebben. Ik verdien er ook punten mee en dat soort dingen. Je kan er tegen vriendjes mee spelen. Dus het spel een en ander is natuurlijk ook superleuk. Als je dus, ik heb inmiddels al 5 mensen erop zitten. Of vind dit en dan kan je gewoon met z'n allen, zeg maar, zien wie er deze week het meest gelopen heeft. Ja, dat is gewoon geinig. Het wordt nog veel leuker als je dat in een familiecontext plaatst, maar dat wil de rest van mijn familie nog niet. En dan wordt het echt wel, ja, je hebt zo weinig gedaan, ga dan maar de hele dag afwassen. Maar nee. Hebben ze dus dat ze het niet meenemen. Ja, dat is direct de motivatie dus wel weer. Dus dat is het grotere plaatje natuurlijk. Hoe kan je al deze devices en dingen inzetten om vervolgens daar problemen in de zorg mee op te lossen, zoals bijvoorbeeld overgewicht. Even kijken, nou met de Fitbit en de Zio gehad.
Dat zijn eigenlijk de twee dingen wat de basis is van de quantified. Nou, dat zijn een van de twee grootste partijen die start-up zijn. Dus dat zijn echt beginnende bedrijven, niet hele grote. Die doen dat mee. Bijvoorbeeld Nike. Die heeft een Fuelband, dat is een armband, en die meet op je stap. Ik heb expliciet deze twee, omdat deze twee partijen zo slim zijn om hun gebruikers alle data te geven. Als je Nike een Fuelband hebt, dus die armband, kan je daar niet de data uithalen. Dat maakt het heel moeilijk om daar iets mee te gaan doen. Ik kan nu bijvoorbeeld zelf, ik heb daar gelukkig kennis voor, data correleren. Dus bijvoorbeeld de data van de Fitbit vergelijken met de data van de Zio. Als ik nou meer beweeg, is dat dan ook van invloed op mijn slaap? Hé, hey, dat is interessant. Dus ik hoorde, Roel zit hier niet, hè? Nee. Roel is een statisticus en die heeft van mij uitgezocht dat als ik meer dan 5000 stappen loop, ik waarschijnlijk 3 kwartier minder dan gemiddeld slaap. Dat is wel grappig. Eigenlijk ook wel weer logisch. Want als je meer beweegt op een dag, dan is het waarschijnlijk een langere dag geweest. Maar dan moet ik nog steeds, zeg maar, significant meer stappen. Dus dat is wel grappig als je dat zo aan elkaar kan koppelen. En als je dan ook uitschieters hebt, dan kan je gaan kijken, hé, hoe komt dat? Wat heb ik die dag gedaan? Wat is dan niet het ontzettend gevaar dat je correlatie met causatie gaat? Ja, nee, daarom heb ik er ook een statisticus op gezet. Ik heb daar een beetje verstand van, maar ik ben niet helemaal technisch genoeg om dat inderdaad precies. Dat is dus waar de statisticus toe komt te kijken. Daar ben ik zelf niet helemaal fan van, dus laat ik het alles. En het is heel erg belangrijk dat je de data inderdaad op de juiste manier interpreteert. Absoluut. En zou dat betekenen dat je dus door te bewegen je slaap kunt gaan beïnvloeden? Maar er is veel meer van invloed op je slaap. Voeding. Je zag het al, het blauwe licht bijvoorbeeld. Er zijn veel meer dingen die meetelt. En je moet wel allemaal meenemen in die berekening. Want anders neem je inderdaad de conclusie dat alleen dat het is. Bijvoorbeeld. Maar dat is het fijne. Het is een lopend proces. Dus naarmate ik meer kan meten en meer kan doen, ben ik steeds meer aan het ontdekken ook. En ik kan nooit zeggen dat ik juist zit, want dat is natuurlijk heel moeilijk. Heb je ook zo'n weegschaal, Joost? Nee, nog niet. Ik heb daar gewerkt. Zo'n weegschaal. Ja, die heb ik daar. Dus een weegschaal, voor de mensen die het nog niet weten, is een weegschaal, dan ga je erop. Ga ik staan, dan zegt die bliep. Oh, nou, en dan stap je weer vanaf. En dan staat er op Twitter hoeveel je weegt. Dat is optioneel hoor. Dat hoeft niet. Druk op je vrouw. Ja, nee. Meer privacy. Wil je gewoon afsluiten? Gewoon heel makkelijk. Je heel snel. Ja, hoe zit je af en dan krijg je ook een profiel. Wie wil dat weten? Ja, dat is het leuke. Niet zozeer iemand die wil dat weten. Maar ik kan een ander voorbeeld geven waarbij het wel werkt om dingen publiek te maken. Ik ben namelijk echt zo'n nerd, hè. En vroeger, toen zat ik echt nog veel meer achter de computer. En toen ben ik 2 januari 2010 ben ik gestart met elke dag een foto nemen van wat ik aan het doen was. Leuk. Dus dan een klik, een beeldscherm voor mijn computer erop. Ja. Volgende dag klik, weer een beeldscherm. Ja, shit. En na een aantal dagen begint het een beetje te, zeg maar, begin je zo'n ding te krijgen van, ja, hè, dit is, ik maak het helemaal geopend. Op een gegeven moment begint het te dagen, ja, ik deel het nu wel, maar daardoor krijg je op een of andere manier het idee van, ja, misschien moet ik ook eens een keer wat anders gaan doen. En dat is wel voor mij een omslag geweest, zeg maar, die ervoor gezorgd heeft dat het in ieder geval voor mij het simpel was om het publiek te maken. Dat doe ik nou nog steeds, maar nu is de motivatie ook veranderd. Dus, eerst wist ik niet zo goed wat ik het deed, toen was het om gedragsverandering en nu is het inmiddels om de... het heet dan Forced Serendipity, maar wat je doet is, als ik nou hier van een foto neem en mensen zien dat ik hier ben, dan kan het zijn dat iemand anders, zeg maar, die daar woont, zegt van, hey, oh, daar kom ik ook. Dus dat is voor mij nou de toegevoegde waarde. Hij doet het nou niet, hè? Nee. Beetje stom. Ja. Het heet 8:36 p.m. Dus als je daar googelt, dan er zijn meerdere mensen ter wereld die het doen, dus dat is ook leuk. Ook op dezelfde tijd? Ja. Dus dat is eigenlijk... Het idee dat bijhouden van een dagboek of een journal of een plant of een nummer is niet wel zo aardig als een telefoon. Ja, precies, maar dat is... Wat nu is, je deelt eigenlijk wel dagboek. Dit stukje van mijn dagboek deel ik. Ja, een stukje. Okay. Dat is ook beslist, zeg maar, een stukje, niet alles. Ik heb dus inderdaad, ik meet dus ook mijn bloeddruk. Dat hoeft niet per definitie online. Als ik tot mijn 27e bij mijn vader dit zorgpakket, maar ik kan me er ook voorstellen dat zorgverzekeraars dat wel leuk op kunnen inspelen.
Vandaar dus dat je inderdaad het privacygeval, zeg maar, dat is, weet ik, daar heb ik ook nog geen oplossing voor. Ik weet ook niet hoe dat gaat gebeuren, maar dat is iets wat heel erg interessant is om in ieder geval de discussie aan te houden en te zeggen van, hé, hey, dat is iets wat we samen moeten oplossen. Je hebt het nu over zorgverzekeraars, maar je kunt ook naar zorgverleners toe vertalen. Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, ik ben niet zo heel vaak ziek, maar van het voorjaar heb ik een infectie gehad aan mijn klier hier en aan mijn oor. En dan kwam ik vervolgens bij de dokter. En dat was een dokter in opleiding, was dat. En die zei, mag ik je bloeddruk ook opnemen? Ik zei, ja hoor, maar ik kan het je nou ook wel vertellen. Nou, zei, hoezo dan? Ik zei, ja, dat heb ik vanochtend nog opgemeten. Ja, nou is bloedwaardes natuurlijk, of bloeddruk verandert over tijd. Maar het geinige is dat mijn meting misschien wel betrouwbaarder was. Dat weet ik niet. Waarom? Als ik het thuis meet in een vertrouwde omgeving, is mijn bloeddruk heel erg normaal. Ga ik naar een vreemde omgeving toe, vooral zo'n omgeving als de dokter, en dan voel je je toch een beetje gespannen. Dat beïnvloedt de meting. Dat is geinig. En nou zit je dus met het idee van, oké, dat apparaat van die dokter is supergoed, want dat is gevalideerd. Het is wetenschappelijk bewezen dat dat ding meet wat hij zou moeten weten. Die van mij, weet ik niet. Maar ik meet die van mij wel weer in een vertrouwde omgeving, zodat die van mij meer vertrouwd is aan de werkelijkheid. Dat zijn interessante dingen. Nee, wacht even, een normaal situatie. Ja. De werkelijkheid, op het moment dat je daar zit, wordt wel de werkelijkheid gemeten. Ja, ja, precies, maar het is niet de normale situatie van wat je normaal ziek bent in een thuisomgeving. Dat is wat je wil weten. Zit je dagelijks op even? Nee. Ja, nee, goed. Okay. Dus dat zijn, je kan het twee kanten vertalen inderdaad. Ook inderdaad naar de zorgverleners. Van hoe kan je elkaar van hulp zijn, zodat je elkaar kan helpen om een zorgprobleem op te lossen. Dat zal vooral nou er enorm zoveel geld, zeg maar, wordt weggehaald. Een bezuiniging. Ik zijn er mensen die nou vragen hebben of denken van, hé, ik moet hier iets mee? Of ik kan een tichtal dingen aanstippelen, maar ik wil een beetje afhankelijk van jullie een beetje polsen van waar we heen gaan met ons verhaal. Ik ben wel heel benieuwd hoe. Want je praat nu een vrij abstracte term over, ja, ik hou het erbij, dan kan ik het nu zo uithalen. Wil je het zien? Ja, ik wil het zien. Oké, ik heb twee dingen open. Ja. De nummer drie, Mike. Dat is Fitbit. En nou is die van vandaag natuurlijk een beetje stom. Want hij is nog niet gesynchroniseerd. Ja, de mond is misschien wel. Je kan ondertussen naar die laatste. Die doet het wel. Dit is wel oude data. Dat komt omdat ik heb dit zelf verbouwd. Dit is dus je eigen site. Dus niet, dit is jouw site. Ja, dit is jouw site, heb ik hiernaast ook, maar dat is Flash en die Sol. En allemaal. Goed. Ze bieden wel de data aan. Dus ik kan heel makkelijk iets programmeren zodat ik vervolgens die data precies in dezelfde vorm weer kan representeren. Zoals zij ook doen, maar dan in Flash heb ik het in HTML gedaan. Okay. Maar als je zo'n CEO hebt, wordt dan altijd goed ook naar die CEO? Ja, dat is het leuke. Je kan er zelf voor kiezen. Zij bieden in principe bieden zij aan dat een flashkaartje, zeg maar, die download je vervolgens in je computer en een bestandje upload je. Je kan het ook maken dat je zegt, ik wil het zo hebben dat die data die je op de SD-kaart zet niet is versleuteld en dat alleen ik die data wil, dat je hem niet uploadt. Dat kan ook. Kortom, je zit niet vast aan de service van de Zio om je eigen data te kunnen inzien. Ben je dat geeft toestemming op het moment dat je upload om daar mee aan de slag te gaan? In principe heb ik alleen toegang tot mijn eigen data. Het wordt opgeslagen alleen op een server van de CEO. Dus jij hebt een versleutel? Ik heb beide. Dus ik heb zowel versleuteld als normaal. En normaal wil ik hebben omdat het makkelijk is om in te zien. En versleuteld omdat ik CEO ook best wel wat data wil geven. Wat ga je ermee doen? Want je gaat natuurlijk eerst statistieken verzamelen, zeg maar, data's, en dan ga je dat dan analyseren. Ga je dan in slaap beïnvloeden? Wil je zo lang mogelijk een diepe slaap hebben? Of juist heel veel remslaap, dat je alles maar verwerkt? Of wat wil je? Als je nou zulke bergen data hebt, wat ga je er vervolgens mee doen? Een van de vragen waarmee ik zat, en andere mensen ook, die dachten van ja, dit is heel leuk, deze data, maar ik wil weten wat de fase van de maan dat doet met mijn slaap. Dus ik heb vervolgens. Ja, sorry. Ja, zal ik dat. Dit is de datum voor de data. Dit is de fase van de maan. Dan heb je blauw, nou dat is remslaap. Oranje is licht. Groen is diep. En rood, dat is wakker.
Vrij eenvoudig. Kost een bandje. Zo'n bandje heb je voor $120. Dus dat is, ik bof. Ik ken een van de mensen die apparaten maken, dus ik weet het. Dan moet ik dat met zo'n disclaimer, moet ik dat erbij zeggen. Dit is s'nachts. Ja, dit is op het moment dat hij dus, wat hij doet, is op het moment dat hij die band opzet, dan begint ze meten. En ik heb hier de starttijd en de eindtijd. Maar je kunt in principe aan de lengte van de streepjes ook al zien hoe lang je geslapen hebt. Ja, één zo'n streepje is een x aantal minuten. Ik geloof dat het 3 minuten is, ik weet niet, dat ben ik vergeten. Maar, dus één zo'n balk, zeg maar inderdaad, dat is een nacht. Ja, en dan, ik heb ze hier allemaal inderdaad zo gezet, daarbij geef ik de illusie dat het allemaal op hetzelfde punt start. Dat is niet zo. Het startpunt is hier, dat is deze tijd. Ik heb het alleen gedaan omdat dit voor mij makkelijker is om vervolgens te zeggen van oké, die eerste twee streepjes hier, daar ben ik wat anders aan het doen dan dat ik bij die andere deed. Hier ben ik bijvoorbeeld heel lang wakker geweest voordat ik in slaap viel. Terwijl bij deze, ik al vrijwel direct in slaap viel. Dat kan je vervolgens zien. En een van de eerste vragen die ik had, was dus, is de fase van de maan van invloed op mijn slaappatroon? In wat voor manier dan ook. Want je weet, je moet ergens beginnen, hè? Dus vervolgens stel je een hypothese op. Dat heb ik dan eventjes niet gedaan. Ik had gewoon een hunch, noemen ze dat ook wel, of niet. Zou het invloed kunnen zijn op dat. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb een ding ingeschreven dat haalt de fase van de maand op, afhankelijk van de datum. En de locatie natuurlijk. En vervolgens kan je dus zien, dat heb ik gewoon visueel gedaan. Ik heb dus door die lijst heen gescrollt en het gezegd van oké, hier is de volle maan. Nou, dat zie je niet dat ik significant langer over doe dan dat ik normaal bij een andere fase van de maan heb dat ik in slaap. Dus daaruit kon ik enigszins concluderen dat ik gewoon niet werd beïnvloed door de slaap van de maan. Nou, dat is de eerste, zeg maar, dingen die je zou kunnen doen. Het is vooral, je hebt een berg met data. Het zou van alles kunnen zijn wat dan de oorzaak is van bepaalde dingen. Maar je moet ergens beginnen. En dan zijn dit soort experimenten een van de eerste beste die je zou kunnen doen, omdat het heel eenvoudig is. Vervolgens nou, die statistiek meneer die is dat nou voor mij aan het uitzoeken, dus dat is heel fijn. Een ander ding wat ik ook wel heb gehad is, en er staat hier geen locatie bij, die heb ik wel. Ik kan namelijk bepalen of ik in Balk heb geslapen in Friesland, bij mijn ouders, of in Utrecht. Daar is nog een interessant geval aan de hand. Wat daar namelijk gebeurde is, bleek dat ik in Balk veel sneller wakker werd gedurende de nacht. Dat is eigenlijk heel gek, want in Balk in Friesland is het echt doodstil. Friesland is echt gewoon stil. Vooral in de Zuidwesten is het gewoon helemaal niks. En dan ben ik wel heel vaak wakker. Dus stom. Hoe kan dat nou? Het heeft te maken met dat je wakker wordt van een geluidsverschil. Niet per definitie van een geluid. In Balk, als het daar zeg maar stil is, is het stil. Maar komt er een trekker langs, dan is het verschil in geluid is heel erg veel. Terwijl in Utrecht heb je eigenlijk continu, vooral in Overvecht waar ik dan woon, zeg maar, daar rijdt altijd politie langs en weet ik veel wat, is altijd wat aan de hand. En als er dan nog eens een keer een politieauto extra langs rijdt, ja, dat is niet significant meer. Dus wat er gebeurde, was dat ik op die manier een beetje, dat idee heb ik nu, zeg maar, en dan moet ik nog een manier bedenken waarop ik dat kan gaan meten. Dus dan moet ik, nou heb ik de locatie heb ik dus nodig, heb slaap nodig, en ik moet een manier vinden waarop ik eigenlijk de hele nacht geluid op kan nemen, of in ieder geval geluidsniveau. De licht is interessant. In Balk is het pikken donker en in Utrecht is het licht en als wel dan slaap ik nog bij mijn gordijnen open. Dus ik heb echt, dat is wel gek eigenlijk. Je zou verwachten dat het dus inderdaad als het nog lichter is, dat je dan nog slechter zou kunnen slapen. Sorry? Het varieert heel erg. Ja, precies. En dat is ook, leuk aan zoek data. Je kan het zelf voor jezelf onderzoeken. In plaats van dat er generalisaties worden gedaan. Het is net over die anderhalf uur, maar ik zou weten kijken. Zie je hier niet? Nee. Klopt. Kan je hem sorteren op lengte? Ik hoop dat het internet een beetje mee zit. Dat is nog niet jammer. Denk het niet. Ja. Oh. Kijk, hier zie je wel heel vaak deze twee blokken zeg maar achter elkaar. Dat komt dus dan vaak omdat ik mijn diepe slaap al heb gehad. En dan komt vaak zo'n cyclus terecht. Dus hier zie je het als het goed is wel. Maar wat was je als jij. Ik begrijp. Ik kan er geen streep over trekken. Nee, precies. Nee, want zo nauwkeurig luistert het dus ook niet. Er zit een variatie in. Klopt. Ja,
dan heb je er ook weinig aan. Nou ja, ik gebruik het gewoon als nou ja, dan kan je zeggen dat je overal weinig aan hebt omdat het net niet overeenkomt. Nee, maar als je de lijn net zo makkelijk in een oranje als in een blauwe trekt, en je wil hem eigenlijk een oranje trekken, begrijp ik? Oranje trekken is het beste, ja. Ja. Maar je moet iets nemen als doeleinde, omdat het anders gewoon helemaal niet werkt. Nee, precies. Ik heb niks, dat gaat ook. Ja, precies. Maar ja, ik wil niet te cynisch doen, maar... Nee, precies. Maar dat mag. Maar ik snap je punt. Oké. Okay. Maar het is een cyclus die terugkomt. En je kan dus inderdaad... Het werkt ook niet alle dagen, zeg maar. Kan die band jou niet vertellen wanneer waar ik moet worden? Ja, daar ben ik mee bezig. Je hebt toch van die apparaatjes op de iPhone al, die kan je onder je kussen leggen. Ja, daar hebben we het over gehad. Ja. Maar die zie je iPhone app. Dus dan kun je zeggen van ik wil wakker gemaakt worden. Oké, okay. Ik heb de oude versie, omdat daar heb ik meer toegang. Daar kan ik namelijk ook de nieuwe data uit aan. Ik ben heel erg benieuwd hoe je op 3 december bent gestart met een remslaap. Hier. Hier, deze. Ja. Dus vrijwel direct in slaap gevallen. In remslaap, ja. Dus je zet hem het zou ook een foutmelding zijn. je moet een beetje... Kijk, we zitten nou nog in een veld wat gewoon verschrikkelijk aan het groeien is. Ja. Dus er zit inderdaad, deze is toevallig wel gevalideerd, ook door onafhankelijke partijen. Dat gaan we nog een keer doen in Groningen. Maar dat soort dingen zouden kunnen gebeuren. Maar daarboven zit ook bij de derde. Bij de derde? Sorry. Ik was gewoon met mijn vinger bezig bij. En dan hebben we die. Derde Dit is het begin, dat is het eind. Ja, maar de eerste is wakker. Dus dan start je er dan toch ook mee. Ja, dan start je toch met wakker. Ja, met de tweede is wakker. Dan ga je direct naar de rem. Oh, je bedoelt dit. Ja, boven, ja. Die gaat ook naar de rem. Even kijken, de derde. Het kan zijn dat ik daar bijvoorbeeld alcohol heb gedronken of iets anders heb. Maar dat zijn dus factoren waarop je hebt zoveel verschillende variabelen waarmee je speelt. Dat je niet zeker weet of wat dan de oorzaak is. Dat zou je allemaal moeten kunnen onderzoeken. Maar dat kost gewoon een heleboel tijd, ik kan niet eventjes in tweeën. Maar Jas, daar zit toch juist de meerwaarde van generalisatie van dat soort gegevens. Als je dat met heel veel mensen doet, dan kan je dat... Ja, ik zeg ook niet dat generalisatie verkeerd is. Maar soms is persoonlijke niveau zelf heel erg handig. Maar maak je daar ook gebruik van? Wil je ook... Mijn slaapdata doneer ik inderdaad aan Zio en zij hebben de werelds grootste database met slaapdata. Maar eigenlijk is die slaapdata pas relevant wanneer je, zoals jij zegt, die correlatie legt met drankgebruik, eten, bewegen, ja, dat soort dingen. En jij zegt dat zijn dingen die jij op persoonlijk niveau dus wel doet. Hè? Dus ja, je voedsel bijhouden, dat soort zaken. Ja. Maar jij uploadt dit naar CEO. Doen zij ook iets van kruisreferenties? Ja, je kan in de service van CEO, zeg maar, en ook in de iPhone-app aangeven van ik heb inderdaad... zoveel glazen alcohol gedronken, zoveel glazen koffie. Dat kan je daar ook allemaal invoeren. Alleen ik vind dat het gewoon niet prettig werkt, dus ik zoek liever een alternatief wat voor mij wel werkt, omdat zij toch die data aanbieden. Ja, maar dat zit je dus weer met de variant dat je niet over de data van anderen kan beschikken. Of kan dat nog steeds? Nee, dat bieden zij sowieso niet aan. Nee, maar ik kan ook niet, zeg maar, wat ik wel kan doen is, zeg maar, gegeneraliseerd kunnen zeggen van oké, hoe doe ik het vergelijkbaar met leeftijdsgenoten? Dat zijn data die ze wel weer aanbieden. Maar dat is... Ik kan niet zeggen van oké, ik heb nou zoveel gedronken, ik ben hier die leeftijd, dit zijn mijn variabelen. Ik zoek iemand die precies hetzelfde heeft gedaan en daarmee wil ik het vergelijken. Dat kan nog niet. Daar wil je vriendjes mee worden. Ja. Nee, maar goed, ik neem aan dat als jij een bepaalde hypothese hebt, dat je dat bevestigd wil zien door meer dan alleen jezelf. Dus als jij zegt van slaap ik nou dieper als ik alcohol gedronken heb of juist niet, dan wil je dat jezelf overstijgend kunnen matchen, toch? Ja en nee. Waarom zou je dat willen? Nou ja, als je die hypothese wilt toetsen, kijk, het enige wat je kunt vaststellen is of het voor jezelf werkt, als je het bij jezelf toetst. Dat is dan relevant, man. Het is gewoon... Dat hangt er vanaf met welk doel je het doet. Dus ja en nee, zeg maar afhankelijk van wat voor doel je precies wil. Als je het inderdaad voor jezelf wilt bevestigen, dan kan je ook gewoon een hele lange baseline nemen. En heel radicaal dingen gaan veranderen en kijken wat het dan verschuift. Ervan uitgaande dat jij representatief bent voor de steekproef. Van mezelf. Ja, voor jezelf. Ja, je steekproef is dan. NS1 is leuk, zeg maar. NS100 is ook heel fijn. Heel fijn. Maar wat nog veel leuker is, is 100 keer NS1. Ja. Right? Nee, nou, we zijn het eens. Nou zijn er, zeg maar, bepaalde gradaties waarbij dat niet werkt. Als je NS 10.000, dan is NS 10.000 heel veel interessanter dan NS 1 maal 10.000. Dan heb je al die datasets. Dat is
Wat, je wel, wat wel leuk is, is bijvoorbeeld als je het sorteert op diepe slaap. Aan het begin maakte ik een opmerking van dat het inderdaad dus diepe slaap van invloed is voor lichamelijk, of lichamelijk herstel van invloed is op diepe slaap. Dat klopt. Kan ik ook wel significant bewijzen, want als je kijkt naar de tijden waarop ik hier naar bed ga, dan kan je zien dat ik naar de kroeg ben geweest. Daar heb ik zoveel drank gedronken, dat dacht mijn lichaam van ja dag, ik moet nou eventjes gewoon keihard werken om al dat alcohol weer uit mijn lichaam te jagen. Zijn dus, juist gevoel dat het heel slechter slaapt? Dus. Nou, dat hangt dus van je persoon. Er zijn dus, wat ik merkte voor mezelf, is ik heb een range van zeg maar, ik kan 1 tot 3 biertjes drinken, slaap ik rustig, slaap ik drink 3 tot 8 biertjes, slaap ik weer onrustig. Drink ik achter meer, dan lig ik weer als een baksteen. Zeg maar. Ja, dat is zeg maar, als je dat. Wat je dus mist een beetje in dit rapport. Dus is het nog een vergelijking met alcohol? Zeg maar. Ja, dat is een kwantificatie van, of een subjectieve kwantificatie van hoe goed je zelf het gevoel hebt dat je geslapen hebt. Ja, want dat is heel leuk om te zien van, nou, zo heb ik geslapen, maar hoe ben nou, ik benieuwd? Als ik dan na deze ochtend wakker word, ben ik vrij wel benieuwd hoor. Dat is interessant, want als je dus inderdaad, hoe goed voel je je, dat is verschrikkelijk lastig om uit te drukken in een getal. Dat ben ik helemaal met je eens, het is hartstikke subjectief. Ja, daarom, dus dat is ook de reden waarom ik er vanaf blijf en eigenlijk alleen maar hier doe. Want als je namelijk gaat doen van, ja ik wil een getal van 1 tot 10, of desnoods van 1 tot 100, hoe voel je je nu? Ja, kut, maar ik heb gisteravond wel een hele gave avond gehad, dus wat moet ik nou doen? Ja, maar goed, dat is de afweging. Maar waar het gaat, dan ben je een beetje niets uit. Ja, gewoon in je dagen. Dat is precies hetzelfde. Heb je de wekker ook gezet? Want de eerste twee heb je ongeveer 4,5 uur geslapen. De derde heb je 6 uur geslapen. Ja, dus ja, veelvoud van anderhalf zijn steden daar de wekker. Hier heb ik de wekker wel gezet, denk ik. Ja, weet ik niet trouwens. Hier wel. De andere twee weet ik niet helemaal. Dan wordt niet de slaap echt wel langer uit dan 9 uur naar vanavond. Maar ik weet niet, dat is ook wel weer iets. Er zit een wekker op en die geeft hij ook door. Dus die zou ik er nog in kunnen plotten als ik dat wil. Ja, ik heb een paar jaar geleden meegewerkt aan een onderzoek naar werkstress en huidspanning. En dat was uiteindelijk van invloed op migraine, of niet. En dat werd al gemeten toen met PDA'tjes. En dat zou dan nu mijn app kunnen. Nu doen ze dat met een pleister al. Die plak je dan op je huid. Ja, precies. En toen had je echt allemaal zo'n zo'n vingertop. Ja, dat soort dingen. Dat, ja, liep je dan een paar dagen mee rond. Dan moest je dus tussendoor op gezette tijden moest je vragenlijsten invullen. Ja, oké. Dat werd dus ook weer allemaal aan elkaar gekoppeld. Ja. Ik weet dat er nu apps zijn die dat ook doen. Dus eigenlijk zeg maar constant, een paar keer per dag, vragenlijstjes afnemen. En ja, dus sterker nog, dat kan je zelf ook heel eenvoudig opzetten. Dat is wel voor de mensen die hiermee willen beginnen. Een leuk ding om mee te starten, en dat is echt heel leuk, dat is niet zozeer iets kwantitatiefs of kwalitatiefs. Maar wat je kan doen, is gewoon elke dag een alarm zetten, net zoals ik dat doe om 6 over half 9 aan het einde van de avond. En dan eventjes de top 5 dingen die jij het leukst vond opschrijven van die dag. Dan word je A heel gelukkig van, en B na ongeveer een maand heb je ongeveer het idee wat je het liefste doet. Want die komen dan als het goed is vaak terug. Het is niet zozeer met cijfers en dingen, maar je wordt er wel heel gelukkig van. En dat kan heel eenvoudig. Zet maar eens een Google Docs formulier. Die van jullie weet niet wie dat het is. Okay, dat is een Google Docs. Wie zegt dat? Iedereen? Okay, nou, dan kan je online documenten bewerken. En wat zij ook aanbieden, is dat je een formulier kan maken. En dan kan je vervolgens vragen aan inslepen. Dus ik zeg, hoe voel je je vandaag? Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Dat soort dingen. Dan kan je ook een veld onderzetten. En dan kan je elke dag dat invullen. Dan stuur je jezelf elke dag een reminder met als linkje erin. Van dit ding invullen. En dan pak je daar het linkje in van het formulier. En dan vul je elke dag dat formulier in. En op een gegeven moment heb je een hele spreadsheet vol met alle getallen. En dan kan je weer leuke dingen mee. Ik wil eigenlijk even terug naar die slaap. Ja. Je hebt het net vallen, heb je het over uitslapen. Maar als je soms, tenminste heb ik de ervaring, als je juist heel lang hebt geslapen, ben je de rest van de dag ontzettend duf. Ja. Heb jij die ervaring? Kun je dat ook ergens doorzien dat het juist lang slapen niet goed is? Dat is wel interessant, hebben we nog niet onderzocht. Maar dat zal, Het schijnt zijn dat het niet omdat je te lang slaapt, maar dat je slaapt op tijdstip waarop je normaal niet slaapt. Dus als je vroeger naar bed gaat en dan lang slaapt. Dat is ook wel biologisch. Dat klopt. Ja, biologisch zou dat kunnen zijn. Weet ik niet precies. Dat is het onderzoek waard.
kom zo niet. ja, cool. Maar ik wil heel erg dit. Laat zien hoe je sponsor dan zou ik zeggen. Ja, precies. Ik wil het vanavond. Dat was het weekend toen ook die tv over de nacht. En dan hadden ze het ook over slaap. En dan hadden ze het over iemand die sliep slecht. En die hadden ze het advies gegeven om 2 uur minder te slapen. Ja, dat werkt soms ook. Dat hij dan minder restslaap had, hadden ze het over. Ja. Ja, ik heb nog geen tv, dat is dan weer een beetje stom, maar ik heb het net gehoord. Je kan behoorlijk sleutelen aan je slaapritme, afhankelijk van wat voor persoon je bent. Inderdaad, soms is daar de oplossing voor dat je inderdaad maar 5 uur slaapt in plaats van 8 uur. Ik ben zelf iemand die slaapt 7 uur, wel 8 uur. Het aangeraden omdat het gezond is. Nou is het 8 uur gezond. Dat is een hele handige generalisatie, want als je dan inderdaad heel weinig slaapt, dan zou je inderdaad niet 8 moeten. Maar wat na die 8, wat dat precies is voor iedereen persoonlijk, dat weet je niet. Maar het is wel iets wat je zou kunnen gebruiken als handvat, zeg maar. Ja. Ja, er is ook iemand die heeft zich daar ook enorm in verdiept. Ik ben zijn naam even kwijt, maar als je hem zoekt op How to Become an Early Riser. Hij heeft zeg maar alles geprobeerd op het gebied van slapen. En zijn conclusie is, als je maar iedere dag je wekker op hetzelfde tijdstip zet. Dan gewoon alleen maar consequent dat doen, dan word je vanzelf op dat tijdstip wakker. En als je dan een keer een nachtje doorhaalt en denk je, ja, kom aan, weet je, ik heb nu 1 uur slaap, dat kan ik niet doen. Dan slaap je 1 keer uit en de bedoeling is dan dat je de volgende dag, koste wat het kost, weer dezelfde tijd die wekker inschakelt. Ja. En nou, ik heb het geprobeerd, want ik zat in een ritme dat ik om 12 uur 's middags wakker werd en dacht, dit is misschien niet zo goed. Ja. En mijn hele leven heb ik al erg moeite met vroeg opstaan. En nu staat iedere dag mijn wekker op 8 uur. Ja. En het werkt als een tierenweer. Ja. Ik weet echt niet wat me overkomt. Het is 2 weken echt doorbijten. Ja. Maar daarna staat er echt een wereld voor je open. En de bedoeling is ook dat je alleen gaat slapen als je echt moe bent. En moe is als je niet meer kan lezen. Ja. Word je dan voor de wekker wakker? Word voor de wekker wakker. Ja, altijd. Dat wel. Echt, ook in het weekend doen. Ook in het weekend. Altijd. Kinderen net. Het werkt fantastisch. Ja. Ik heb toch niet die wekker. Ja. Ik had voor de wekker toch maar. Nou, je mag je wekker uitdrukken, moet je honden nemen. Ja, je wil ook wel, ja. En jij was dus niet geïnteresseerd in de link tussen emoties en slaappatroon. Ah, ik heb namelijk zelf onderzoek gedaan naar dat. Okay. Ja, ook met vragenlijstjes, met hele simpele vragenlijstjes, maar dan wel met bedsensoren waarmee ik hartslag, ademhaling en bewegelijkheid mee. Toen vond ik dus dat als de dag ervoor een stresserende dag was, van negatieve emoties en stressvolle gebeurtenissen, dan ging de nachtelijke ademhaling omhoog. En dat was, supermooie vinding. Het was natuurlijk maar een correlatie, maar je kan wel gaan voorspellen van hoe het uit het slaappatroon hoe mensen zich voelt. Ja. Wauw, dat is cool. Vind je dat voorspellen? Het is wel opgesteld in deliverables en er gebeurt er al niks mee. Nee, wat ga jij ermee doen? Nee, ik heb die sensoren niet meer. Dus en jammer. Je hebt een sensoren, maar je hebt ook meewerking aan het onderzoek. Je weet van mij gewoon dat als ik gestresst ben, mijn slaap is slecht bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat aan de. Ja. Dus dan moet je misschien een meditatietraining ervoor doen. Ik heb niet voor emoties en dat soort dingen gekozen omdat het verschrikkelijk consumptief is. Ja, dat is per definitie. Ja, en dat is. Ik vind het ook niet heel erg om daar wel vanaf te blijven. Want daar werk ik mezelf alleen maar mee in de nest. Vind ik dat. Okay. En ik ben over het algemeen heel erg gelukkig, dus dat scheelt. Het is heel mooi dan. Het klinkt heel stom. Maar het klinkt heel stom, maar dat is zo werkt dat bij mij. Ja, ik heb dat zelfs al met hardlopen gehad als je dat gaat bijhouden. Ja. In het begin loop je hard en dan inderdaad emotioneel denk je vaak van ik doe maar wat, ga voor geen meter. En soms denk je van ik zit er lekker in, gaat niet goed. Ja. Maar als je soms je tijden daarnaast gaat leggen naast die beleving, dan klopt het soms echt helemaal niet. Ik heb ook wel gehad, de leraar ging met een kater en dan loop je de alcohol eruit en dan loop je hard en dan hoor je toe. Dat is echt heel stom, dat zou je echt niet verwachten. Dat is ook heel goed. Het is heel erg lastig. Ja. Je ziet het al, zeg maar, er worden vooral kanttekeningen geplaatst. Fijn, dat vind ik leuk. Dat is gezond. Ik ben het ook allemaal nog aan het uitvinden, tezamen met mijn hele hoop andere geluk. Dus we zijn allemaal aan het uitzoeken wat we daarmee kunnen en willen doen. Dat is eigenlijk wat de QS in de notendop is. Is het cool? Cool. Mooi.
Hoe kan ik die dingen allemaal bestellen? Het vervelende is... Kunnen we bij jou korting krijgen? Nee, het vervelende is, al dit soort apparaten, zoals inderdaad dus de Fitbit. De Zio is gelukkig wat makkelijker omdat ik de co-founder daarvan ken. Maar al deze apparaten worden vaak gestart, zeg maar het bedrijf van heen, in Silicon Valley, in Stanford en dat soort dingen. En dat is verschrikkelijk lastig om ervoor te zorgen dat ze naar Europa gaan. In Amerika heb je de FDA, die doen al wat voor kunnen, devices en dat soort dingen, medische apparaten en elektronische dingen. En in Europa heb je ook zoiets, ik weet niet precies hoe dat is, maar dat is gewoon door het verschil in al die regelingen, denken de meeste mensen van ja, onze eerste doelgroep is Amerika en de rest die komt later wel. Stom eigenlijk, want Europa is ook gewoon de beste partij mensen die daar inmiddels voor geïnteresseerd is. Dus we zijn nou inderdaad hier in Nederland met een aantal mensen bezig om een platform te creëren waardoor je, dat wij die devices importeren en vervolgens weer tegen jullie zeg maar kunnen zeggen. Jullie zijn zelf druk bezig op dit moment in Amerika met de bedoeling om dat ook over te brengen naar Amerika. Ja. Philips, dat ja. Ik zal een bescheiden mening opvormen, maar het is echt een hele leuke mensen gedaan. Ja, ik ben een tweede hoop mooie dingen uitgevonden. Ja, dus, ik heb er vrijdag en zaterdag gezeten met Big Data samen met de aanslagmeesters. Het is wel, Philips is leuk. Ze hadden voorheen ook een Direct Live, dat was ook zo'n stappenteller. En ze willen niet helemaal eerlijk zeggen waarom die dan gefaald is. Ze zeiden schaalproblemen omdat ze een conscious ding hadden, maar ik denk dat het wat anders is. Zo zijn die data niet delen. Nee. Ik had toen op een gegeven moment heel mooie, zo van een enorm grote doelgroep die had meegewerkt aan ons onderzoek. Zo van, kom op met die data, kan ik gaan analyseren. Ja, nee. Dus vandaar naar daar, stuur daar. Het is gewoon die data die actie gaat. Ja, nee, maar goed, daar kunnen we nog wel even af. Dus dadelijk ook door discussiëren. Maar Philips is wel een van de partijen, net zoals Nike, die wel de, zeg maar, ze zijn er vroeg bij, dat ze slim voelen. En nou is het verwacht, zeg maar, wat, even kijken wat ze doen. Ik hoop dat we inmiddels die community groot genoeg krijgen, zodat we ze kunnen overtuigen dat ze inderdaad die data vrij moeten laten. Als je dingen hebt waarvan je zegt van ik zou vinden dat Philips dat zou moeten doen, ik heb de architect die hier achter zit. Dus... Cool, dan gaan we ze daar nog even pakken. Top, dank jullie wel.